Nikeri gaat verschillende moderne ontwikkelingen tegemoet die reeds bijdragen en in de toekomst zullen helpen aan de persoonlijke ontwikkeling van elke burger van het district. Dit zei de districtscommissaris van Nikeri, Sanrita Gubardhan, het afgelopen weekend aan onze redactie. Gubardhan stelt dat de verschillende projecten, zoals het opzetten van een moderne informatie- en communicatietechnologie, ICT-ruimte, het schoonhouden van het milieu en het afleveren van twee bruggen, zullen bijdragen aan het op gang brengen van meer ontwikkeling binnen het district. Verder gaan we nog krijgen een landbouwschool. Maar ook een Benatin-complex, dat is ook reeds in de pipeline. Een moderne ICT-centrum, dat komt ook in Nikeri. Het zijn allemaal, kijk, je hebt dossiers, je hebt projecten, maar je moet ze indienen. Je weet, het verloopt niet zo hoe het moet gaan. Kijk, wanneer mensen geld geven, moet het met het secure toegaan. Je moet geen fouten maken, het is verantwoording, afleggen. En dan neemt de tijd in beslag. Dan kijk ik naar de markt, ons markt natuurlijk. Het is weer labwerk natuurlijk hier en daar. Maar als we praten over een nieuwe markt, er zijn inschrijvingen gedaan, maar zoals de minister aangegeven heeft, zijn er geen mensen die graag willen investeren vanwege de koersontwikkelingen. Maar gelukkig zijn er toch nog mensen die willen doen. Dus er is iemand die wel wil investeren, dus dat komt nog. Verder zullen deze projecten ook bijdragen aan het bevorderen van de toeristenstroom in het district. Het is volgens de burgermoeder belangrijk dat elke districtbewoner zich bewust is van de verantwoordelijkheden die op elk een rust voor het doen welslagen van de ontwikkeling in hun woongebied. Sleephelling, Reisa, Bikipan, heel erg bekend in de wereld. Die keer iedereen gaat naar daar voor de flora en fauna. Dat wordt ook aangepakt. Dus langzaam proberen we toch kleine dingetjes te doen voor het volk. Heel erg belangrijk is dat we proberen in het district rust en orde te hebben. Dat is zeer belangrijk. Dat we positief blijven en dat we onze krachten willen geven aan de ontwikkeling van het district. Je mag aan de zijlijn staan, maar dan bereik je niets. Als je een plan hebt, als je een idee hebt, heb je een voorstel, stap ermee naar de functionaris, naar het desbetreffende ministerie. En zodat we in een PPP-verband kunnen kijken hoe we het kunnen oplossen of hoe we het kunnen aanpakken. Het kan private-private worden, kan private-public worden. Alle mogelijkheden zijn er. Maar alleen moeten de mensen willing zijn om het toch te willen doen. De regering biedt alle mogelijkheden. Het volledige gesprek met de burgermoeder van Nikeri ziet u morgen in ons nieuwsprogramma In Gesprek Met om 5 uur op kanaal 12.1.